En die man maakte op mij totaal ook geen competente indruk, die van, voorzitter. Van de takken? Nee. Dat <laughs> zal aan mij liggen, maar ik, ik dacht bij mezelf... dat wordt niks met die van de takken. Waar lag, <laughs> waar lag dat dan aan? Aan de hele klunzigheid die dat drietal uitstraalde. Het hem. kunt u mij horen? Da -da -da. Da -da -da. Nou, toch nog een gekke dag, maandag in Moskou. Openbare leven lag voor het grootste gedeelte stil... Poetin die was uh, ondertussen met uh, de top van het leger bij elkaar om te overleggen. Hij heeft ook een verklaring gegeven waarin hij uh, het Wagner-huurlingenleger prijst. Hij zegt: jullie hebben de enige echt de juiste keuze gemaakt door die opmars te stoppen. En van Prigozhin, ja horen we eigenlijk niets meer. Hij uh, heeft nog de goede gedaan. Maar ja, wat er nou precies is afgesproken en of hij echt in Belarus is, dat blijft nog een beetje gissen. Ja, ik blijf, ik blijf heel benieuwd naar wat, wat precies uh, Prigojin. Uh zal eisen, dat, dat is voor mij eigenlijk het punt van wat, wat wil die precies? Ja, ja ik ga ervan uit dat hij niet, niet zich dood gaat vechten tegen grote eenheden van het Russische leger. Ja. Dus ja, wat wil die? Wat, 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 zijn, wat is zijn eisenpakket? Nou, als je er meer over wilt weten, dan check ook het luisterboek Russische agressie. Meer in ieder geval over de Russische agressie door de jaren heen in algemene zin. Dat luisterboek staat in de show notes. Ik geef iets anders. Uh, jij bent ook door de Telegraaf en de NOS benaderd om uh, vragen te beantwoorden over dat congres van Dennis Wiersma. Ja, hij is tenslotte toch gesneuveld. niet waar? Ja, door eigen toedoen zou ik zeggen. Ja, wij bevonden ons op dat congres, maar eh, toen was Wiersma lang weer weg. Ja. En ja, daar schijnt hij zich ook een misdragen te hebben. Ja, dan wordt het een beetje stapelen natuurlijk. Want zelfs de VVD-fractie had al gezegd uh, dat hij de laatste waarschuwing had, weet je nog wel. Ja. Hij had de laatste waarschuwing gekregen. Ja, dan gebeurde het weer. Dat is natuurlijk een beetje raar. Ja, ja god, het is duidelijk dat, hij, dat zijn agressiehouding niet op orde nee. is. En, uh, dat moet haast wel. Dat hij het minst of geringste ernstig geïrriteerd raakt. Ja, want als je toch. Stel dat je toch zo onder vuur ligt en je komt op zo'n congres en mensen weten van: hé. Hey, uh, ja, dan, 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 dan ja, dan doe je toch lief. Ja, dat doe je je best. heb je toch een ruikertje bij je en zo. En uh, je zoent aanwezige uh, gezagsdragers en, uh, enzovoort enzovoort. Maar dit was weer helemaal misplaatst. Als ik het goed begrepen heb, wou die meteen op het toneel en, en uh, wou die meteen een andere uh, orde van de, van de dag uh, organiseren. Dus ja. Dat viel niet goed, dat is wel duidelijk. En die presentator die op het podium stond, dat fragment lieten ze van de week ergens zien. Die vroeg hem nog: van hoe, vond, hoe vindt u het nou dat u zo in het nieuws bent? En, en ja, hè, hoe, hè, dat ging, vond hij oh. helemaal niet fijn, want hij had het helemaal niet zien aankomen. Nee, het, is gewoon, het was al te veel, denk ik. En ja, nou, dit was het, de laatste drup eh, die de Emma heeft doen overstromen. Het verbaast mij niks dat hij tenslotte. Hij nee. had zich ook al ziek gemeld, toch, eind vorige week. Ja, klopt. Uh, of was het deze week? Nee, nou, ja, hoor, oh, dat ben ik erbij. Ja, dus dat, ja, gesneuveld. Door eigen toedoen. Ja, ik, uh, dat is het probleem ook, dat, dat, dat dit altijd begint met leugens. Namelijk, nou, het was een incident en het, was, het zou niet eerder, was niet eerder voorgekomen. En toen bleek natuurlijk dat hij als Kamerlid, staatssecretaris, eigenlijk al een hele sleep van dit soort van incidenten met zich mee trok. Dus ja... Hij zal iets anders moeten doen. Is dat nou een burn-out? Was hij overspannen? Dat is bij voorkomen duister. Was hij als jongen ook al zo opvliegend? Heeft hij op school zijn kameraden op een bek geslagen? Ik weet het niet. Uh, maar in ieder geval, in een dergelijke functie kun je dit gedrag niet permitteren. Nee. Zou het ook nog zo kunnen zijn dat hij zo ambitieus is en dat hij zo graag iets wil veranderen in dat onderwijs, wat natuurlijk ook geen makkelijke wereld is. Dat die, uh, ja, gewoon dacht ik druk het gewoon door en daar hoort af en toe een beetje nee, agressie bij. Daar geloof ik niks van. Nee. Daar geloof ik niks van. Je gaat niet schreeuwen. Je kunt misschien wel eens een keer met de vuist op tafel slaan maar gaat niet voortdurend zitten schreeven en ook nee. natuurlijk dat obsessieve gedrag met die social media, dat die lui de hele dag achter de vodden werden gezeten om een. Een fraai positief beeld van hem neer te zetten in de social media, dat is natuurlijk een beetje obsessief gedrag. Vind je dat dat hoort bij uh, belastinggeld? Uh, dat dat met belastinggeld gefinancierd moet worden, zo'n zo functie? Nou, dat weet ik niet. Kijk, ik zou sowieso zeggen: zou het niet verstandig zijn om zwart te wieden in, in het publiciteitsbedrijf in Den Haag? Want je hebt die cijfers toch ook wel eens gezien? Dat gaat om honderden en nee, honderden mensen die de hele dag bezig zijn om gunstige publiciteit te genereren. Betwijfel de effectiviteit van dat enorme apparaat, wat natuurlijk de neiging heeft voortdurend te groeien in tal en last. Je dus zou nog kunnen bepleiten ja. transparantie wordt daarmee gemaakt. Ja, in feite is natuurlijk, ja, is dat, uh, wordt dat bekost door de overheid? Ja, dus door ons. Ja. Zonder meer. Het is denk ik wel uit de hand gelopen en bij hem zie je dan nog weer een, nog weer een verder stadium van uit de hand lopen. Ja. Sowieso lijkt het mij dat elke politicus die voortdurend gepreoccupeerd is met de positiviteit van zijn beeld in, in de media, dat die op de verkeerde weg is. Hij werd toch ook wel geroemd, hè, Weersma? Door sommigen en de anderen helemaal niet. Kijk, dat er ongelooflijk veel mis is in het Nederlandse onderwijsveld. Ik bedoel, dat is zo klaar als een klontje. Er zijn weinig mensen die dat bestrijden. En vooral ook natuurlijk, omdat het uit objectieve cijfers blijkt. Ja, dat de effectiviteit van met name ook ons lager onderwijs heel beperkt is. En eigenlijk steeds slechter en slechter wordt. Dus vraag jezelf, hoe komt dat? Hoe komt het dat vroeger beter was? Was het vroeger beter georganiseerd? Werden er vroeger andere methodes gebruikt? Eh, nou ja, tal van vragen die ik zou zeggen nogal voor de hand liggen. En die werd wel leuk, waarvan het leuk zou zijn als ze beantwoord samen worden. Je begrijpt dan waar dat in mijn geval toe tendeert. Ja, vraag je je af waarom we het vroeger wel konden en nu niet. Wat deden we dan vroeger anders dan nu? Vraag je dat eens af. Alle dingen doen we nu anders dan, dan toen. En nou hebben die heel slecht uitgewerkt. De klassegrootte hebben we al eerder besproken in dit verband. Dat is sowieso natuurlijk een drama. De kindertjes zijn ook anders dan vroeger. Vergeet dat niet. De kindertjes zijn veel lastiger en drukker. Nou ja, je weet, de kinderziel mag niet gekwetst worden. Dus dat eh, daar houden ze zich op een, eh, op een misschien wel heel erg ruimhartige wijze aan. Mm. Ja. Fractievoorzitter van de VVD wordt nu genoemd als opvolger hè, van Wiersma. Uh, hoe heet ze ook alweer? Ik kom even niet naar, zul je we net zien, kom je weer niet op de naam. Dame met de kulletjes. Franse. Dochter van? Ja? Nee, niet, niet Franse. Hoe heet ze nou? Uh, ja, ik begrijp wie je bedoelt. Nou, ja, moet ik wel even opzoeken hoor. Het is wel triest dat we dat niet weten. Die heeft kennelijk de publiciteitschef uh, die, die iets minder effectief is. Nou, ja, precies. Het is toch veel in het nieuws? Ja. Ze heet toch Fransje van voren? Nee, ze heet anders. Ja, nee, ik, ik ga het even optikken nu. Dan hebben we meteen. Het is dan... niet zo best dat we dat niet weten. Nee, dat komt door de hitte, denk ik. Of door. Uh, Actievoorzitter van uh, de. Dan kom ik al de weer tegen. Nee, Sophie Hermans. Dat, is oh, dat. ja, natuurlijk dat Sophie was Hermans. Dan. Ja. ja. Ja, het lijkt mij een vervelend soort van opvolging. Eerlijk gezegd, je stapt erin. Hoe lang heeft dit kabinet nog te gaan? Een jaar of twee of zoiets. Mm. Ja, dan moet je eerst een hoop ruimen. Je moet je positie verzekeren. Zij is, dacht ik, niet, niet een van de meest, meest geharnaste en daadkrachtige straatvechters die de VVD in voorraad heeft. Overigens alleen maar maar een voordeel, wat mij betreft. Ik, ik zou het niet ambieren, laat ik het zo zeggen. Een ministerspost in zijn nou, algemeen? Meer, het? Ik werk überhaupt niet veel tegenwoordig, dus, uh, dus ik, uh, nee. ik laat het aan mij voorbij gaan. Bedoel je een ministerspost in zijn algemeen of, of specifiek op deze onderwijsportefeuille? Nou, wat specifiek op de onderwijsportefeuille. Ja, dat zijn al hele grote problemen die in feite niet zijn aangepakt. Je kunt natuurlijk 1, 2, 3, als je even naar de ministersploeg kijkt, kun je de, de portefeuilles zien waar je, waar je natuurlijk uh, makkelijk en snel beschadigd zou kunnen raken. Denk eens aan landbouw. Het eerste slachtoffer is al lang geweest. De nieuwe minister die natuurlijk weer. Nu is dat akkoord is geknald. Hè? Door dat stomme LTO. Wat niet, niet, eh, niet verstandig geopereerd heeft. Ja, het akkoord was voor 95% goedgekeurd. Dan ga je er toch voor. Wat is dit nou weer voor prutswerk? Wat voor angsthazerij, gekluns, incompetentie. Niet waar? De lichte feiten omvangrijk akkoord. De mogelijkheid bestaat. Dan, dan tas je toch even door dat LTO, wat zijn daar nou voor rare angsthazen? Doodsbenauwd voor die radicale boerenachterban. Pak het aan, doe eens wat. Trouw sowieso dat eindeloze gelul over zo'n akkoord, kom op. Het schort aan vertrouwen, zei iemand. Hij zegt van als je zo lang zeven maanden met elkaar gaat praten over zo'n kleine details, dan schort het aan vertrouwen. Als ja, je wil alles zo gehoord. lang zeven maanden met elkaar praat en er ligt 25, 35 procent van akkoord en je zegt nee, dan is dat meer dan schort aan vertrouwen, dat is ook totale incompetentie. En die man maakt op mij totaal ook geen competente indruk, die van, voorzitter. Van de tak. Nee. Het <laughs> zal aan mij liggen, maar ik dacht bij mezelf: dat wordt niks met die van de takken. Waar lag, <laughs> Waar lag dat dan aan? Aan de hele klunzigheid die dat drietal uitstraalde. Met het drietal bedoel je die, die mensen om van de tak heen? Van ja, dat dan die, die, die onderhandelingen natuurlijk gezamenlijk moesten doen. Ja. Neem maar aan dat van de takken niet van alle details op de hoogte is. Nou, het is een ledenvereniging, hè? dus hij moest natuurlijk weer met wat hij van die onderhandelingstafel bereikte. moest hij weer terug naar de achterban. En daar ja. waren ze heel kritisch, tenminste die 30 procent. Die, ja, uh, ja nee, want de achterban, wat heb je gezien? Die zei van het was goed dat ze ermee gestopt zijn. En net. Niet was... allemaal, hè, want er stonden toch best nee, wel veel dingen. Nee, dat ding kan al want het waren ook hele complexe tafels. hè. Het woord tafel, dat begint zich te ontwikkelen in een soort wereldhistorische werweg die mij niet lief is. Eh, dat je zelf zegt, we gaan aan tafel zitten, dat je al direct denkt aan talkshows, eh, onderhandelingen in de landbouwsector. Dat je denkt, ik heb al de honger, verhaalt mij, als ik aan tafel moet gaan zitten. Want dat zeggen ze ook bij de talkshows, hè, een leuke tafel. Geestelijke term ook weer. Ja. Redelijk. Maar bij dit akkoord hadden ze een ja, het hoofdtafel. is opiniemaker. Ook, dat is ook zoiets verschrikkelijks. Dat ben jij wel een beetje. Hè? Ja, maar ben dat jij... wil ik absoluut niet zijn, opiniemaker. Wat een, wat een ongelukkige woordcombinatie vind ik dat. Hmm. Maar nog even terug, terug naar het landbouwakkoord. Je had dus die hoofdtafel en allemaal. Ja, en ja, ja, dan weet... zijtafels. Ja ja, 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 ja. En daar ging het geloof ik wel redelijk. Hè, hè. Want er zaten ook natuurorganisaties. Iedereen die erbij betrokken was, die moest erover Dat praten. Er was best vrij veel consensus. Maar goed, als er 95% ligt, dan zeg je... En je hebt er maanden over zitten lullen, dan zeg je ja. Dan moet ook tenslotte natuurlijk iets gebeuren. Nou, ik vond de oud-voorzitter... Bovendien verlies je nu je greep op het proces natuurlijk. Ja. Want de overheid zal zeggen: ja, je kunt verder de pot op, maar nu gaan we onze eigen maatregelen Precies. nemen. Piet Adem, de minister die zei: van, ja, ze moeten nu niet denken dat, uh, omdat we op die punten akkoord hebben, dat we daar dan wel op voort gaan borduren. Nee, we gaan nu zelf kijken wat we willen en dat kan. Dan bij... laten ze toch eindelijk die stikstofboel eens aanpakken. Ja. Wat een triest gekluns. Wat een. Wat een, wat een klunzig, geschuifel en gepruts. Het is verschrikkelijk gewoon. Want ze zijn best wel bang voor Tjer de Groot van D66, die natuurlijk in de coalitie zit. Dat die nu meer grip gaat krijgen op wat er uit de gaat komen. Ja, dat is komen. toch die man van halvering van de veestapel? Juist, ja. Ik denk dat dat op de lange termijn niet nodig is. Maar ja, dat een radicale aanpak en sanering noodzakelijk is, dat begrijpt iedereen. Nou, dan kun je eindeloos lullen en schuifelen en, en in je neus peuteren. En nog als je neus snijdt, maar tenslotte zul je er iets aan moeten doen. Mm, ja. Al is het ook maar op basis van allerlei akkoorden en beloftes die door de overheid zijn getekend en gedaan. Ja, vanuit Brussel bedoel je onder andere. Ja. ja, ja, ja. Ik vond de oud-voorzitter van LTO nog wel, die zei van eigenlijk had Van de Tak, had hij het tot het gaatje moeten uitonderhandelen en dan had hij het mee moeten nemen naar de leden en dan had hij gezegd, stem er maar over. Kijk maar wat eruit komt. Nou ja, okay, maar dan kun je niet van de leden de schuld geven. Ja. Nu krijgt Van der Takken de schuld die gewoon... Eh, ja, s'avonds of s'nachts wakker werd... en denkt, oeh, god, wat gaat er gebeuren? Oh? Ho, 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 ho daar komen de trekkers op straat. Hoe kan, is mijn tuin veilig voor trekkers? Wat tegen zijn vrouw zei, kijk eens naar buiten... of er al een fakkeldrager staat, hè, bij wijze van spreken. Maar nu is hij dus onbetrouwbaar. Ja, want we moeten ook ophouden met ons te laten intimideren... door dit soort van radikalinskies. Ja. Want het is meer een deel van die achterban, die boerenachterban, was wel best mee natuurlijk. Precies. Je leest af en toe toch ook zo'n stuk in de krant. Of zo'n boer die zegt, ik heb daar niks mee met al dat radicale gepraat. Ja, dus die kleine groep die gewoon heel veel lawaai maakt, die zijn heel vocaal. Ja, je weet, zo gaat het in deze wereld. Voordat je pap gezet hebt, hebben ze de macht overgenomen. En dan blijkt het altijd erger te zijn dan het voor die tijd ja. was. Dus wie de grootste bek denk heeft... Denk aan de Bolsjewieken. denk aan alle andere revolutionairen. Voordat je het weet hakken ze Jan en allemaal zijn koppen af, hebben ze goelags ingericht. En nou ja, bij in feite de sigaar, wat raak ze maar weer eens kwijt. Ja. Ook een probleem wat we toch ver vaak genoeg hebben besproken. Ja. Raakt zo'n Erdogan maar eens kwijt. Ja. Nou, ik vind het heel wel jammer, want de Rutte die zei dus gemiste kans. Maar de, er was ook een professor van de Wageningen Universiteit, die zat er door te lezen dat ik word, hier staan echt heel veel goede dingen in, zonder dat, het, dat ze je niks meer hoeft. doen. Nogmaals, het was naar mijn idee inderdaad van lafhartige incompetentie. Ja. Ja, van Als het... je toch met die mensen gaat onderhandelen en je komt tot een resultaat van 95%, dan zeg je niet, nee jongens, die 5%, nee, het, het is vreselijk. Hè. Het is over een mier in mijn rechter schoen zit, ik doe het niet. Mm. Ja. Ja, ik vond het onbegrijpelijk. En dan gaat het onder andere ook over het vee per hectare. Hè? Daar, daar wordt dan ook naar gekeken, die hoeveelheid. Nou ja, kijk, we hebben het in Nederland te veel vee. Daar moet je niet moeilijk over doen, dat hebben we. Stokken stoken weer 14.000 varkens, uh, 4000 koeien en gaan ze maar door. En dan, dan heb ik de kippen die zijn ontelbaar. Uh, ja, dat is te veel. Dat die boeren boos zijn dat het nu afgeremd gaat worden, dat vind ik allemaal heel begrijpelijk. De overheid heeft natuurlijk decennia lang gekoerst op schaalvergroting en rationalisering van de landbouwindustrie. Want het is een industrie. Het heeft niks te maken met gezellige boeren, nietwaar, waar, met polstokhoogspringen springen en die het geitje gaan aaien elke ochtend. Dat is allemaal lulkoek natuurlijk. Het is gewoon een industrie. En er zit een Net grote... zo goed als ons agrarisch landschap een industrielandschap is ja. geworden. Ja. En wat wij niet uh, zien is dat er hele grote bedrijven achter zitten die mede bepalen wat hier nu uitkomt. Hè? Dat speelt een belangrijke rol. Die hebben we natuurlijk ook in de financiering van de protesten een rol van betekenis gespeeld. Dat is volgens mij allemaal keurig uitgezocht. Dus ja, maar ja, dan kan de modale stemmer kiezen. Die dat ook kan maar niet van dichtbij volgen, waarschijnlijk niks schelen. Mm. Ja. Al waren wel ook bijvoorbeeld de Rabobank bereid om veel uh, flink mee te beta betalen aan uh, dit landbouwakkoord. Ja, de, nou kijk eens even. En, nou ja, miljarden lagen klaar. Het, het blijft volkomen onbegrijpelijk. Ja, al werd er wel even gezegd van dat geld, nou dat is, weet je, voordat dit echt uh, in de praktijk komt, ze hebben jaren verder zitten weer een nieuw kabinet en dan moeten we dan weer kijken hoeveel geld. Ook dat, er. dit zijn toch allemaal lange termijn processen. Maar ooit moet je ergens beginnen. Ja. Moet je een besluit nemen. En daar ontbreekt het aan. Dus van de tak vind je ook laf? Ja, wat een prutse. Ik weet niet hoe oud hij is. Hij leek me ook al behoorlijk aan slijtage onderhevig. Dus ik zou zeggen van de takken. heet <hijen> van de takken, hè? Wat? Van de tak heet hij volgens mij. Van de Tak. ja. Okay. Van de tak ja Sjaak van de Tak. Sjaak van de Tak gaat met pensioen. Ja. Zegt ze ook al tegen mij. Dus. Ja, maar jij bent het al. Ja, ik ben al jaren met pensioen. En zoals je weet bevalt het mij uitstekend. Ja. Niet zo fijn Dat is toch een, een van de brieven die schreef dat het is een toptijd is, de pensioentijd? Ja, dat ben ik wel. Dat is ook trouwens, dat blijkt ook uit onderzoek. In het algemeen blijkt uit onderzoek dat eh, mensen eh, eigenlijk vaak hun jeugd helemaal niet zo verschrikkelijk leuk vinden. En dan, eh, nou ja, het leven dat valt meestal wel mee. Wat altijd licht tegenvalt is dat mensen dan altijd verlangen naar een vaste partner en die hebben ze dan tenslotte, dan krijgen ze kinderen en dan, nou ja, dan, dan zakt het geluksniveau wat afhankelijk omhoog is gegoten is, dat zakt weer een beetje terug eh, en dan is natuurlijk de middelbare leeftijd is natuurlijk een vaker probleem wat mensen erachter komen, ja dit is het zo'n beetje de kans dat je nog directeur van het bedrijf wordt of dat je nog een grote uitvinding gaat doen, dat is allemaal niet zo dus je moet je erbij neerleggen en dan de mooiste tijd is ik met pensioen want dan heb je je er bij neergelegd ja wat kun je nog anders doen met je en dan achter een rotetje zitten en net doen of je, of je alles weet en dan even een slokje van dit water waarvan ik jammer genoeg de naam niet kan noemen maar je doet echt nog heel veel hè? want je bent bezig met dat boek voor je tachtigste verjaardag ja en je bent bezig met de slimste met Emma Wortelboer ik werk ik werk gewoon maar, maar ik ben bij pensioen ja maar je doet wel allemaal dingen die, die je leuk vindt ik doe nooit iets wat ik niet leuk vind. Behalve ongelukkig wijs, nietwaar, dat je soms naar Amsterdam moet om iets te gaan doen wat je leuk vindt. En daar moeten we zo nog wel iets over zeggen. Want dat de reacties waren weer... Overigens waren er nogal wat reacties die zeiden... Hij heeft groot gelijk, het is hier een zoontje. Maar er waren toch ook weer de bekende reacties. Wat een lul. <laughs> kan die niet in het openbaar vervoeren. Wat een zeurkaus. De, 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 hoe heet het, de Felix Merit is heel gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer enzovoort. Daar wil ik dus zo nog wel iets over zeggen. Ja, dat mag je het ook meteen doen. Oh, laten we het samen. meteen doen. Ja. Overigens, het is ook wel gek. Ik zit, daar, nu, ik zit gewoon in mijn eigen straat te kijken. En dat is best een leuke straat. Het ja, is een he? supermooie straat. Moet ik ja. echt zeggen, met die mooie bomen. Ja. ja. Hoe oud zijn die bomen hier, weet je dat? Deze Acacia's zijn nog helemaal niet oud. Je moet je denken wat er stond. Er stond een gigantische iep van 100 jaar oud. Die, die, ja, die heeft de iep ziekte gekregen, sterker nog, stonden er twee. Ik had van de Weggenee. Eén stond bij mij voor de deur, die iep. Dat is op zichzelf wel interessant. Die was zo groot. Die had ook zo'n stamomtrek van een meter of twee, schat ik. Eh, dus dit is eigenlijk een vrij jonge boom die je nu ziet staan. Die acacia was een harde groeier. Eh, maar die boom was eigenlijk een natuurmonument op zichzelf. Ja. Want die zat helemaal vol met vogeltjes, boomkuipers, boomklevers, vier soorten mezen, eksters, eh, echt van alles en nog wat. En dan gaat zo'n boom om en dan een aantal van die vogels die verdwijnen gewoon. Maar dan zie je dat alleen al de bast, die had natuurlijk een hele dikke, ingewikkelde, geprofileerde bast. Dat is voor vogels echt een zegen. Die zit er vol met kleine beestjes. En ja, ik mis hem nog elke dag in allerlei opzichten. Ik was van de week bij een lezing over bomen. En er zei die deskundige: die zei een boom heeft een fase van 300 jaar. Dan leeft hij 300 jaar en dan heeft hij een afstervingsfase van 300 jaar. Ja, dus daar zitten we op een duizend jaar, niet te Een millennium. Maar veel bomen in de stad halen dat niet. Ik denk dat de oudste stadsboom in Nederland. Nou, als die, als die 150, 200 jaar oud is, is het veel schattig. Stadsbomen hebben veel te lijden natuurlijk, dat ze normaal niet hebben. Ik denk dat je in het vrije veld. Je hebt in Limburg zo'n boom. die ik meen inderdaad 900 jaar oud is. Dat is volgens mij een iep. Waarbij ook zeg maar de oorspronkelijke iep. eigenlijk niet meer leeft. Een soort omhulsel is en daarin is. vanuit natuurlijk dezelfde wortelconstructie neem ik aan. een jonge iep ont ont ontpopt, hoe moet je dat zeggen? Eh, ontschoten. Uh, en die, dat, dat hele complex is 900 jaar oud. En je hebt in, bijvoorbeeld bij kasteel Amerongen, daar heb je een paar hele indrukwekkende eiken, die zijn van de late 17e eeuw. Dus die zijn in feite nu 17, uh, nou ja, die, die, die zijn minstens 250 ja. jaar oud. Er staat ook al een bordje op dat ze met zorg behandeld worden. Nou, maar als je dus een dikke, dikke eik wil zien, ga daar kijken. Ja. Merk jij hier ook de verkoeling door de bomen? Want het staat garant voor zoveel airco's, één zo'n bomen. Dat schijnt zo te zijn, maar ik vond het of ik heb eerst boodschappen gedaan. Ik vond het nog vrij warm al met al. Ja, morgen nog warmer. Eh, is dat zo? Ja, je okay. ziet, als je even kijkt naar mijn studeerkamer, zie je dat ik het gordijn dicht heb gedaan. Oh ja. Om die instraling te voorkomen. En ik heb de, 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 de airco's dat aan. Maar was dat wat je wilde vertellen over jouw straat? Want je zei, kijk mijn straat in. Nee, en... nee het was iets wat... wat heb je dat nooit dat je even plotseling iets ziet van jezelf of, of waar je bent? En dat je dat alsof je ineens afstand neemt daarvan. Een dat soort... je buiten jezelf keert. Nou ja, zo, zo dramatisch is het nou ook weer niet. Maar dat je, dat je plotseling objectiveert eigenlijk de situatie. Ja, dat kan me En dus voorschijn. al objectiverend en door dat hoofdsteuntje van jou heen kijken dacht ik wat een leuke straat is dit toch? Ja, dit is echt een hele mooie straat. En er zijn dus ook mensen die als ze in Utrecht zijn, hier even doorheen wandelen, omdat wij het dus noemen, hè? Frans Halsstraat in Utrecht. Ja, het is een hele een mooie straat. straat, zonder meer. Ja, ja die, Ipedaam, die sorry, die acacias aan het begin, die zijn er vrij behoort aan toe, maar goed. Ik vind trouwens ook, hadden we hadden het laatst over dat als je dus hier de hoek omgaat, je bent zo in het Park en in het centrum van de stad. Ja, die stuk van hier naar het begin van het Wilhelminapark is nog geen 100 ja, meter. Echt een hele hele fijne leuke plek in de stad. Zeker. En geen festivals hè in, de, in het Willemina Park. Godzijdank. Want in Lepelenburgpark was weer een of andere uh, foodtruck festival of iets met een kermis of iets Food dergelijks. Foodtruck festival, dan weet je het ook al. Maar ook hier volgens jaar de mensen van opruimen hebben moderne Nederlanders geen verstand. Ik weet dit is opa verteld, maar eh, vroeger was het ook weer vroeger van eh, laat bij, laat niet de schillen in de dozen. Als rest van het verpozen zo, nou goed, maar het is een in hele ingredien waarom zou je je rotzooi niet gewoon opruimen? Neem desnoods zelf een, een vuilniszak mee of zo. Ja, laat dat toch niet gewoon overal liggen, je zooi. En vaak zijn die, zijn die brave prullenmandjes die er staan... zijn dan vol na zo'n warme dag. Ja, ik zou zeggen, dan, dan leg je toch niet alles op een hoop te ronden. met alle gevolgen van dit natuurlijk. Omdat dat zich vanzelf, vanzelf weer verspreidt. Maar goed, dat wou ik allemaal helemaal niet zeggen... dit allemaal naar aanleiding van het feit dat ik door jou hoofdsteun heen naar mijn eigen straat kijk. Wat ik wou iets zeggen over uh, verwijten in mijn richting... dat ik, wat een, wat een surfkop, wat een zuurkous. Openbaar vervoer, dat is de, het antwoord op dit soort van problemen. Wie wil er nou met een taxi naar Amsterdam... Daar ben je sowieso al geestelijk gestoord... Elk normaal fatsoenlijk mens gaat met het OV naar Amsterdam... Heel makkelijk te bereiken, absoluut geen probleem. Goed. Er was ook iemand te zijn, in de jaren 70 was dit al hetzelfde, hè, dit probleem om met de auto naar Amsterdam te gaan? Daar zit wel iets in, ja. Maar In ieder geval was het 20 jaar geleden al zo dat je nooit een parkeerplaats kon vinden in Amsterdam. Dat vaak ook tot mijn stomme verwondering. Ik haat parkeergarage, maar die waren vaak ook vol. Het, het, nou ja. Kortom, maar eerst even in algemene zin. Daar hebben we het al eens eerder over gehad en het is een van mijn favoriete negatief gestemde onderwerpen. Dat is namelijk de linkse illusie, want het is vooral een linkse illusie, dat met het OV, dat het OV zo geweldig is dat je eigenlijk de auto helemaal niet nodig hebt. Dat die auto eigenlijk een zinloze, luxueuze verspilling is. Maar het OV is helemaal niet toegesneden op oudere mensen die bijvoorbeeld met een stok of een kruk lopen... of die met een rollator lopen. He? Laten we eens even aannemen dat ik ben, een, dat ik ben, ik kan, ik ben nog redelijk ter been. He? Maar stel voor dat ik met een, een kruk loop... en ik zou moeten gaan spreken in Felix Meer, het is in Amsterdam... en op advies van al die bedweters niet waar in de sociale media... zou ik met het openbaar vervoer gaan. Dan moet ik eerst hier op lijn 8 stappen. Ik moet op tijd zijn, dus ik sta er zeker wel vijf, zes minuten te wachten tot lijn 8 komt. Dan moet ik naar het station. Volgens jou een kwartier, volgens mijn berekening minstens twintig minuten. En dan moet ik in het station, moet ik uit lijn 8 met mijn kruk op een roltrap. En dan zeg je, ja, roltrap, ik bedoel, dat is voor elk jong, normaal bewegend mens de normaalste zaak van de wereld. Ze zien niet eens dat het een roltrap is, hè. Maar voor iemand met een, met, een, met een kruk of eventueel met een rollatertje is dat natuurlijk een enorme hindernis. Is dat ook is ook een lift. Sterker nog, voor mij is het al een heel veel Want ik sta toch beneden en denk, oeps, ja, mijn voet erop en dan naar boven. Dat is ook een lift. Maar dan moet je zoeken naar de lift. Want die is op een hele andere plek, vaak, vaak enkele tientallen meters daarvan verwijderd. zonder dat er een bordje staat richting de lift. Dan moet je, als je nou in, op de, in de hal van het station in Utrecht aangekomen bent. Moet je Honderden meters naar het oosten lopen om naar het perron te gaan waar de trein voor Amsterdam vertrekt. Dan, moet je daar, dan wordt ook voortdurend door die lui op het internet gesuggereerd. Al het OV staat voor u klaar, meneer Van Hossen. Dus ook in Utrecht er is bekend geworden, Van Hossen komt eraan. Laat de houten trein even tegen tot hij meteen zo door kan lopen erin. Nee, zo werkt het helemaal niet, meneer. Je moet wel even wachten. Als er al een trein komt, als die al niet te laat is. En dan ga je in de trein. Mijn ervaring is dat het vaak zo vol is in de trein... dat je ook met je eerste klas-OV-kaartje moet staan op het balkon. Daar sta je, met je kruk. He? Ik heb nog steeds een kruk bij me. Dat is wel een ervaring van 10, 20 jaar geleden, hè, jouw treinervaring. Zonder meer... Nou, nee, die is relatief recent. Ik bedoel, die is niet meer dan vijf jaar oud. Denk je dat het ondertussen beter is geworden? Nee, want we rijden minder treinen dan vijf jaar geleden, heb ik begrepen. Dan kom ik aan in Amsterdam. Een overvol station, in mijn ervaringen, een overvol station. Vaak sta je, als de twee intercities samen aankomen op zo'n perron... sta je zeven minuten in een klont die helemaal niet meer beweegt. Dan moet je het station uit en dan moet je naar de tramhalte. Eén of twee denk ik dat het in dit geval is. Daar moet je op wachten. Dan is het vaak zo dat de tram zo ongelooflijk vol is, dat je daar ook weer moet staan. En daar sta je weer met je kruk. En dan tenslotte stap je uit, waarschijnlijk in, in waar is het, de Vijzelstraat of zo. En dan kun je dan op de Keizersgracht oplopen op met je kruk. Hoe lang duurt dit allemaal? Zullen we eens wat zeggen? Een half uur? Drie kwartier? Dus dan zitten we nu op één uur en een kwartier. Dan moet je weer wachten tot het is nog een kwartier. Dat is anderhalf uur, dan nog in de tram. Uh, dat was geloof ik een, een kwartier. Dan ben je, je bent zonder, voordat je het weet, met wachttijden. ben je twee, tweeënhalf twee uur kwijt. om van hier te komen naar je adres in Amsterdam. Een taxi onder normale omstandigheden. in een stad die het, althans het minimum aan autoverkeer faciliteert. die doet daar in totaal 40 minuten over op zijn best. Denk je nou werk dat iemand.? Ik heb het nog net gezegd, ik werk nog. De, want wacht even, wat nog niet vermeld werd door al deze ongelofelijke AOV-adepten. Is je moet weer terug. Hè? Hetzelfde van hetzelfde laken en pak. Je moet weer terug. Eerst in die klote tram die vol is. En dan moet je dus hier door die menigte boksen daar op het centraal station. Dan moet je in de trein naar Utrecht. Hopelijk, hopelijk kun je zitten. zeer de vraag. En dan moet je nu Utrecht weer dat hele eind lopen naar lijn 8. En dan moet je met lijn 8 weer terug hier naartoe. Wat ook nog een hele tijd duurt. Dit, dit is simpelweg volkomen irreële kletspraat. Niemand gaat 2,5 uur reizen om een spreekbeurt in Amsterdam van een half uur te verrichten. Ik zou dus volgens deze meneer, want het was een meneer van bescherming van de Amsterdamse binnenstad of een soort van dingetjes. Je bent al heel gauw vijf uur kwijt om een half uur te spreken. Is dat realistisch? Nee. En nogmaals, nu mensen die moeilijk ter been zijn. Tachtigers, ik ken massas, tachtigers, die allemaal moeizaam lopen of beperken. Ja, je hebt er ook bij, niet waar? Zo kwik als een konijn, maar dat zijn er niet zo verschrikkelijk veel. Het OV is geen oplossing voor de oudere wordende babyboomers. Daar moet je zorgen. Als je dat wil, als je zegt, het moet autoluw allemaal, prima, autoluw. Maar dan moet het OV ook wel een zeer grondige, totalitair werkende opknapbeurt hebben. En niet zoals nu, maar heel partieel functioneren. Wat denk je van al die bushaltes die gesloten worden? Er was ook nog een man die zei, misschien moet je met het bootje gaan. Alles is goed per boot bereikbaar. Ja, dan moest je ook eerst naar Amsterdam-Noord en dan kon je met een bootje of zo. Nou, dat leek me ook al vrij complex allemaal. Dus dat ga ik ook helemaal niet. Nee. Het is toch de normaalste zaak van de wereld dat je met een taxi naar, naar je spreekadres gaat. Dat is, heeft gewoon te, ja, te maken met rationaliteit, met werken. Met normale mensen die normale dingen doen. Ja. Geen mens gaat om een half uur te spreken en Felix Merit is in totaal vijf uur in het OV zitten. Ja. Het OV in Nederland is helemaal niet zo geweldig. Sterker nog, de trams in Wenen rijden met aanzienlijk grotere frequentie. Ik kwam ook nog in een reactie. Denk ik. We hebben op die podcast veel reacties gehad, ook even van de man van Philips. Die zei, al mijn medewerkers vinden ook hetzelfde, maar de baas heeft verboden om te, te zeuren over, uh, over uh, hoe slecht het per auto brengt. Ja, is. maar het feit is natuurlijk dat Philips volgende keer een besluit moet nemen over een vestiging... dat hij zijn kantoor niet in het centrum van Amsterdam vestigt. Ja, nou, nee. ze zitten in Zuid volgens mij, hè, met die toren. Ja, dat is, Zuid is heel wat anders, want daar heb je heel vaak een fors parkeerterrein bij. Ja. Kijk, zodra er een fors parkeert, dat heb ik toch ook gezegd... Ja, als je een conferentie wil houden, kijk dan eh, in de buitenwijken. Ja. Hè, waar ruime parkeermogelijkheden nou, zijn. Nou, daar ben ik wel met je eens. Want het is vanuit hier is het naar zuid, is het denk ik inderdaad half uur, drie kwartier. Maar je moet, als je aan de rand van de stad bent, moet je zeker nog een half uur moet je erbij rekenen... om echt op je locatie in het nou, centrum te zijn komen. Dat zijn maar heel wat meer dan een half uur. Zeker wanneer je dus de hele stadshouderskade afsluit. Ja. <laughs> ja. Ja, ja, ja. Ja, en na al dat gevogel, niet waar, met dat, met dat systeem. Waar we tenslotte eindelijk op die keizersgracht haren. Uh, is de boel simpelweg zonder enige bord. Zonder enige verklaring afgesloten. Met vijf pilonnetjes. Ja. Dus je was best wel boos door de reacties die je gelezen oh, hebt. Ja, ik was wel boos over de reacties. En laat links nou eens ophouden met dat gezeik. Dat alle problemen opgelost kunnen worden met het OV. Het OV in Nederland, sorry. Is voor tachtigers die moeilijk lopen. Niet waar? Die niet meer jong zijn. Een heel vervelend systeem, anders kan ik het niet noemen. Tijdrovend, complex en onaangenaam. Er was wel ook een, iemand die dacht: dat klopt. In Utrecht is het ook niet makkelijk om met de auto in het centrum te komen. Ja, sterker nog, het Utrechtse centrum rond de station is natuurlijk een, is een van de meest succesvolle doolhoven die ooit in de wereld georganiseerd zijn. Ik ben dan al zo'n 11 uur s avonds verdwaald. Ik kon er gewoon niet meer uitkomen. Met je auto. Ja, zo lang zijn ze daar al bezig. 100 jaar. Ongelooflijk, werkelijk. Dat was een paar jaar geleden en ineens de boodschap ging nog drie jaar langer duren. Ja. Ja, als ik denk, als we vanuit hier, dus van de Frans Haalstraat naar het centrum willen, zijn we zo ook uh, een half uur onderweg. Als ik mensen naar het station breng, wat ik in één keer doe, dan ben je dus heen en terug bij het. Twee keer een kleine drie kwartier kwijt. Dus dat ben je dus bijna anderhalf uur kwijt. Ja. Dan zijn er mensen die, als ze in tijd in hun trein zijn gestapt. die zijn al in Eindhoven, bij wijze van spreken. Ja, dan ben ik weer terug hier met de auto in de straat. En dan heb ik moeite om te parkeren. Maar, maar vind je dat goed beleid? Want het is natuurlijk allemaal bedoeld om minder mensen met die auto daar naartoe te sturen. Daar ben, ben je het dus niet mee eens. Ik begrijp best dat je de binnenstad van Amsterdam auto-luw wil maken. Maar begrijp de consequenties dan. Dat betekent dat je openbaar vervoer tip-top georganiseerd moet zijn. En niet alleen het openbaar vervoer met de tramlijn 1 naar de Wijzelstraat of waar dat ding heen gaat. Ja. Maar dat betekent ook dat je aanvoer dat die ook tip-top georganiseerd moet zijn. Dat is in Nederland niet zo. Ja. Het openbaar vervoer, het OV in Nederland is prima voor jonge mensen, scholieren, mensen die goed ter been zijn. Maar niet voor mensen met omlaagdors of die met een kruk lopen, desnoods al bij een wandelstok. Die de 80 naderen. Eh, daarvoor is het niet geschikt. Ja. Ook je luister... kunt het geschikt maken. Maar dat is een enorme opgave. Ik weet niet precies wat je dan moet doen. Maar dan moet je echt, dan moet je echt een, een, een reeks van maatregelen nemen. Ja. Het is natuurlijk ook inherent aan OV. dat het niet het comfort biedt wat een auto biedt. Ja, misschien nog het lukken. Leuke... Eh, ik ben ook het idee dat je de auto helemaal kwijt kunt. Eh? is een illusie. Dat zijn linkse kletspraatjes. Je zult het niet zonder, wat trouwens wat betreft de aanvoer van goederen in de Amsterdamse binnenstad. Staan die, staan die vrachtautootjes of die bestelauto's daar ook eindeloos in de file? He, kunnen die ook hun, hun met passen adres niet bereiken? Je zult op die middag dat ik ging spreken maar met je bestelauto op de Keizersgracht moet zijn. He? Dan ben je goed de klos. Waarschijnlijk rijden je die gewoon dwars door die klote pilonnetjes heen. Maar goed, <laughs> Ja, het is... Nogmaals, onze auto, onze samenleving is natuurlijk al decennia in allerlei opzichten sterk toegesneden op autogebruik. Dat kun je best wel iets verminderen, maar de illusie dat je helemaal zonder kan is gewoon linkse onzin. Er waren ook mensen die zeiden van wat zonde dat jullie een half uur mopperen over Amsterdam. Je kunt, je kunt de zendtijd wel beter besteden. Ja, dat is ongetwijfeld de feit. Nu hebben we weer een half uur gemopperd. Niet over Amsterdam, maar over een veel breder probleem. Namelijk de babyboomers en, de, en het OV. En dat is gewoon een fors probleem. Ja. ja. Nou goed, misschien zijn er mensen en die... In... Obendien, ja, als wij zin hebben om te mopperen over Amsterdam, dan doen we dat toch? Ja, dat is ook zo. U kunt het toch uitzetten? Ja, of nou, ja, je gaat lekker naar, naar iets anders luisteren. Ja? Tal van, tal van schitterende podcasts. Ik weet niet welke, maar goed, ze zijn er. Even, hey, um, wat wilde ik daar nu nog over zeggen? Um, Amsterdam, Utrecht, nou, ik weet het niet meer. Ik wilde nog iets aanstippen. Ja, oh, het, ja. het is gewoon poepiedruk in een ja, stad. Er weet is iedereen. misschien nog wel een stad waar het wel goed gaat met ouderen in het OVM. In ergens de ergste wereld. Hè? Misschien zijn er luisteraars die daar voorbeelden van hebben. Dat uh, zou kunnen. kunnen, dat zou kunnen. Ja, voor deze aflevering. Uh, vergeet je niet te abonneren en laat een recensie achter als je deze podcast leuk vindt. Ook als je hem niet leuk vindt, trouwens, laat het vooral weten. En uh, wij zijn er de volgende keer weer. Wat een triest gekluns. Wat, wat, wat een klunzige geschuifel en gepruts. Het is verschrikkelijk gewoon. Een gloednieuw luisterboek staat voor je klaar. Maarten van Rossum vertelt drie kwartier lang over de nieuwe wereldorde die ontstaat door de oorlog in Oekraïne. Ja, dat zou natuurlijk enorm lollig zijn als we dan een tijdelijke, verstandige dictator zouden kunnen benoemen. Ik denk in dit verband natuurlijk altijd aan mezelf. De Nieuwe Wereldorde door Maarten van Rossen. Het luisterboek download je nu via de link in de show notes. En wil je nog een podcast luisteren? Luister dan nu naar de aflevering over de Superbatterij, die je met één keer laden van Amsterdam naar Zuid-Duitsland brengt. Je luistert de aflevering nu via de link in de show notes.